Van harte welkom, dit is weer een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Sari, ook vandaag weer leuke gasten. We hebben weer leuke gasten en natuurlijk onze vaste onderdelen, het bloemetje en de straatpraat. We gaan straks praten met Ruud van Zuylen, theaterdirecteur van het Agnetenhof, over de voorstellingen die er gaan komen. Maar hier is aan tafel José Wortelboer en jij bent van Servicepunt Thuiswonen. Klopt. Inmiddels al een paar keer op de televisie gehad met Henk Herman Jonkmans, is het? Ja, klopt. Een heel mooi initiatief en jullie groeien. Ja, wij zijn eigenlijk sinds januari van start gegaan met het Servicepunt Thuiswonen. En kun jij in het kort nog vertellen voor de mensen die dat niet weten, wat het Servicepunt Thuiswonen doet? Ja, het Servicepunt Thuiswonen bestaat eigenlijk uit een telefoonnummer wat gratis gebeld kan worden. Dat is een 088-nummer. En daar kunnen mensen al hun vragen stellen over langer zelfstandig thuiswonen. De overheid heeft aangegeven dat mensen zelfredzaam moeten zijn en dat betekent ook dat ze langer thuis moeten wonen. Hè. Mensen gaan niet meer automatisch naar het bejaardenhuis als ze een bepaalde leeftijd hebben. Dus ze moeten hun zaken zelf regelen. Er zijn heel veel mensen die dat zelf kunnen, die ook digitaal onderlegd zijn, want tegenwoordig is er heel veel informatie te vinden op internet. Maar er is ook een groep die dat niet kan. En voor die groep willen we er zijn door een telefoonnummer te hebben, wat mensen gewoon kunnen bellen. En sinds een maand hebben we ook een balie bij het Eerste Lijncentrum, bij de huisartsen, aan de Dodewaardlaan, waar mensen dus tijdens kantooruren ook bij ons langs kunnen komen en ook hun vraag kunnen stellen of een gesprek kunnen aangaan over zaken die hun bezighouden. Wat is jouw rol daarin? Ik ben coördinator van de vrijwilligers, dus het stukje werving en selectie. En samen met twee andere vrijwilligers coördineren wij de vrijwilligers. En samen doe ik met Herman verder de ontwikkeling van Servicepunt Thuiswonen, want het is niet alleen het telefoonnummer en de balie, maar wij proberen op diverse vlakken dienst te doen aan ouderen en wat daarvoor nodig is, zodat zij langer thuis kunnen wonen. Ja, jullie zijn dus een paar maanden geleden gestart. Hoe gaat het tot nu toe? Goed, goed. Hè? Natuurlijk heb je de tijd nodig om bekend te raken. Daar hebben we verschillende wegen voor ingeslagen. We hebben contacten gezocht met bijvoorbeeld STMR, die met de wijkverpleegkundigen natuurlijk bij de mensen thuiskomen. Dat is voor ons een hele belangrijke doelgroep. We hebben contacten met Mozaïek, waar we binnenkort een convenant mee tekenen. Om daar ook die samenwerking goed te regelen. Kortom, het groeit, groeit en groeit. Het groeit en het is een kwestie van meer bekend raken, waardoor we ook gewoon meer mensen te woord kunnen staan en daarmee ook kunnen helpen. Ja, en nu zijn jullie bezig, nu op dit moment met een pilot en dat project gaat heel snel draaien. Ja, Lifeline. Lifeline, ja, dat klopt. Eind van de maand gaan we een nieuw product op de markt brengen om veilig langer zelfstandig thuiswonen in de markt te kunnen zetten en te kunnen realiseren. En hoe gaat dat eruit zien? Nou, dat is eigenlijk dat je samen met de mantelzorger, dus de thuiswoner, gaat samen met de mantelzorger een leefpatroon bepalen. Dus die gaat bekijken van oké, hoe laat staat iemand gemiddeld op? Hoe laat gaat iemand naar bed? En via sensoren wordt dat leefpatroon gemonitord. Als dat is zoals het is afgesproken, dus je zegt bijvoorbeeld moeder gaat meestal tussen 10 en 11 uur naar bed en dat kan je via die sensoren kan je dat monitoren en dat gebeurt ook, dan is er niks aan de hand. Maar mocht het zijn dat je om 11 uur nog geen signaal hebt gekregen dat er iemand in de slaapkamer is, dan gaat er een seintje, een WhatsApp, gaat naar de mantelzorger die dan contact op kan nemen met de thuiswoner. Fantastisch. Jullie hebben dat al getest, hè? Ja, we zijn dat druk aan het testen. En daarom hebben we ook zoiets van, nou, eind van de maand kunnen we daarmee ook de markt op. En het is ook vooral mooi omdat het niks vergt van de thuiswoner. Hè? Die hoeft niet op een knop te drukken. Die kan gewoon zijn ding doen. Via die sensoren worden dingen gecontroleerd. Geen nieuws is goed nieuws. En als er wel wat aan de hand is, wordt er een signaaltje gegeven aan de mantelzorger die dan zelf actie kan ondernemen. Dus zowel voor de mantelzorger als voor de thuiszorger, voor de thuiswoner, een veilig gevoel. Ja, een stukje rust. Ja, nou, ik kan het ook bij mezelf ook bekijken. Mijn moeder, die woont 2 uur hier vandaan, is 82. En ik zou het heel prettig vinden. Gelukkig gaat het nu nog allemaal goed, maar mocht ze slechter worden, kan je op die manier echt die mantelzorger op afstand zijn. Ja.
En dat wil niet zeggen dat als er een seintje komt, dat je direct in die auto moet springen en ja, twee uur moet rijden. Ja. Je kan dan iets inschakelen of je hebt afspraken met de buurvrouw of iets dergelijks. En hè, het zijn zulke sensoren. Dat is zo'n sensor? Dit is zo'n sensor. Het is heel klein. Je hoeft daar verder geen grote verbouwing voor te doen. Het enige wat nodig is, is dat de thuiszorger internet heeft met een wifi-aansluiting. Daar wordt iets aangeplucht en op die manier werkt het. Moet je kijken, zo'n klein middel wat zoveel brengt dus. Hè? Precies, en tegenwoordig, mensen zijn vaak nog een beetje bang voor thuistechnologie. Maar dat kan heel veel en het hoeft ook niet veel te kosten. Ja, en dit is ook heel vriendelijk in het gebruik natuurlijk. Ja. En dan zei jij net dat je het in de markt gaat zetten. Dat klinkt commercieel. Hoe zit dat? Nou, in principe is het zo dat mensen er wel voor moeten betalen. Maar het kost €45 per maand. En dat is inclusief montage. En mocht het abonnement stoppen, wordt het ook kosteloos weer opgehaald. Ze hoeven dus verder niks aan te schaffen, maar het is puur de kosten voor het monitoren. Dus als mensen maar internet hebben? Als mensen internet hebben en je hebt samen een persoon waarmee je je leefpatroon, hè, dus hoe jij jezelf gedraagt, kan omschrijven, gaat het werken. Mocht je op vakantie zijn, dan kan je hem ook tijdelijk uitzetten. Dus dat er niet allerlei signaaltjes komen. Hè? Moeders is er niet. Nee, dat klopt. Moeders is er niet. Dus het is ook gewoon gebruiksvriendelijk. Weer een fantastisch initiatief van jullie. Wat staat er nog meer op stapel voor de komende tijd? Nou, we zijn druk bezig met een aantal ontwikkelingen. Waaronder ook samen met de ANWB en de gemeente zijn we aan het kijken naar een soort producten rondom vervoer. Maar daar moet ik dan de volgende keer meer over vertellen. Producten om vervoer? Rondom vervoer, ja. Samen met de ANWB gaan we een pilot starten en de gemeente. Wij zijn gevraagd door de gemeente om dat verder uit te werken. En mee te denken. Waar praten we concreet over? Dat kan ik nog niet zeggen, want er zijn nog geen duidelijke afspraken over gemaakt. Maar daar zou ik graag dan de volgende keer over willen vertellen. Ongeveer, in welke richting moet je dan denken? Personenvervoer. Okay. Personenvervoer door particulieren. Oké, maar dat staat dus nog heel erg in de kinderschoenen. Dat staat in de kinderschoenen, goed. Daar zijn we druk mee bezig. En daar gaan jullie later over vertellen. Mochten we nog een keer een uitnodiging krijgen, vertellen we daar graag meer over. Dat willen we heel graag horen. Ten slotte, hebben jullie voldoende mensen bij Servicepunt Thuiswonen? Op dit moment hebben we genoeg, maar we verwachten ook meer mensen nodig te hebben, omdat we ook verwachten dat er meer telefoontjes komen. Dus mochten mensen interesse hebben in wat ik hier heb verteld, kunnen ze bellen met het nummer 088 700 4100. Dat is ons landelijk nummer, zeg maar. En kunnen ze aangeven dat ze interesse hebben. Of ze kunnen via de site www.service.thuiswonen.nl reageren en dan nemen we graag contact op en gaan we mensen een gesprek aan. Oké. Nou, helemaal duidelijk. We horen heel graag hoe dat allemaal gaat lopen met jullie andere projecten. Ja. Heel veel succes met Lifeline. Prachtige vondst. Ja. En nou, graag tot de volgende keer dus. Nou, dankjewel en bedankt voor de uitnodiging. En Tiel aan tafel, nu tijd voor de straatpraat. Binnenkort gaat de Hendrikus uit de vaart. We krijgen een nieuwe pont. Dat is mooi. Mooi, hè? Zou u nou een mooie nieuwe naam weten voor de pont? Het was zo leuk, de Hendrikus, de 12e tot de 23e. Dat vond ik nou juist zo ludiek. Ja, nou, dat kan misschien nog. Nou, de volgende de Hendrikus. Oké. Dat kent iedereen, dat weet iedereen. Wat zou nou een leuke nieuwe naam zijn? Ik zou het echt niet weten. Nee, als we even nadenken. Ja, misschien iets met Flipje of zo, wat toch te maken heeft met Tiel, ja. Misschien zoiets, ja, ik weet het niet. We hebben hier een veerpont, de Hendrikus. En die gaat uit de vaart, want we krijgen een nieuwe pont. Weten jullie nou een leuke nieuwe naam voor de veerpont? Ik zou hem Heen en Weer noemen. Heen en Weer? Ja. Leuk. Weet wat of niet? Ik vind het leuk. Ja, ik ook. Ja, en nu? Geen idee. En dat vind ik geen leuke naam. Hoe zou je hem noemen? Diepgang. Diepgang. Ja, zo komen we nog eens ergens. Ik hou wel een beetje van diepgang. Ja, is dat zo? Ja. Dan zullen we dan nu een goed gesprek gaan krijgen. Ja, kom eens. Ik zeg stop de band. Goedemiddag. Een klein vraagje. Ja. We hebben hier een veerpont, de Hendrikus. De Hendrikus, ja. Ja, en die gaat binnenkort uit de vaart. Ja. En we krijgen een nieuwe pont. Weet u nou een leuke nieuwe naam daarvoor? Ja, Flipje. De Flip. De Flip, ja. Gewoon de Flip. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Nou, kijk dan. Ja, die gaan we onthouden. Oké. Dus hebben we met de Flip verbonden. Ja. De Flip. Ja.
Hartstikke goed. Okay. Dank u wel. Leuk. Okay. Leuk. Ja. Ja. Graag gedaan. Dag. Dames, een klein vraagje. Hallo. We hebben hier een veerpont, hè? De Hendrikus. En die gaat binnenkort uit de vaart. En dan komt er... Ja, ja. En dan komt er een nieuwe pont. Weten jullie nou een leuke nieuwe naam voor de veerpont? Weet jij een nieuwe naam? Sophie, weet jij een mooie naam voor de boot? Weet jij? Misschien een leuke naam? Probeer het eens. Oh, word je nou verlegen? Nou, u misschien dan, mevrouw. Ik heb echt geen idee. Nou, het is lastig, hè? Het is heel lastig. Hé, noem eens een leuke naam. Jij weet hem wel. Hé, wat vind je een mooie naam? De Sophie. Ja, dat wou ik net zeggen. Ik heb echt geen idee. Echt niet. En nu mevrouw? Nou, dat wou ik ook zeggen. De Sophie. Sophie 1. Ja. Oké. Okay. Die gaan we indienen. Hoi, mag ik jou een vraagje stellen? Ja hoor. We hebben hier de Hendrikus in de Waal liggen en binnenkort komt er een nieuwe pont. Zou jij een leuke naam weten voor de nieuwe pont? Ja, dat is lastig. De Hendrikus was het eerst. Dan noemen we nu Flipje. We hebben hier de Hendrikus in de Waal liggen, de veerpont. En die wordt binnenkort vervangen. Nou zijn we eigenlijk op zoek naar een leuke nieuwe naam. Voor die veerboot. Weet u wat? Ja, moeilijk voor mij dat te zeggen. Die. Echt niet bekend hier. En dan, we hebben een leuke naam voor een pont. Een pont. Dat die rivier... Ja, ik kan niet zeggen wat moet zeggen. Echt. Moeilijk. Moeilijk, echt moeilijk. En nu meneer? Moeilijk, ja. Ik heb een polijke broertje, dat bestaat in China met Bagzarim. Hoe de kloof? Is Bagzarim goed bestaat, is het Ja, een mooie naam, zegt ja, een mooie naam. Een mooie naam. We kennen niet de Nederlandse naam voor rivier of die brug of pont. En dan, hij vindt ook een mooie naam. We zijn Afghaans. Afghaans. In mijn taal was, we hebben hier een mooie naam. Doe eens een mooie Afghaanse naam dan. Ja, Paul Malan. Paul Malan. Voilà. Paul Pushto. Paul Pushto. Pushto, ja. Dat vind ik mooi. Ja. Weet u nou een leuke nieuwe naam voor die nieuwe veerboot die moet gaan komen? Oh ja, ik kom hier helemaal niet vandaan, dus... Ja, deze heette Hendrikus. Weet u een leuke naam? Hendrikus. Ja, het moet echt een hele aparte naam zijn. Lastig, hè? Klaarovertje of zo. Oh, die vind ik leuk. Ja? Ja. Vind je hem echt leuk? Ja, die vind ik leuk. Nou, dan houden we hem erin. De Klaarover. Moeilijk, hè? Zo, dat is moeilijk zeg. Ja, ik weet echt niet. Nou, denk jij ook eens mee? Ik weet echt niet. Nee. Ah. Misschien het veertje, want het is vlakbij. Het veertje? Ja, dat kan wel. Of op en neer. Theolus of zo. Iets met Tiel, oude naam. Ja. Nou, die vind ik ook wel mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Doeg. In Tiel aan tafel is inmiddels bij ons aangeschoven Ruud van Zuilen, theaterdirecteur van het Agnietenhof. Ruud, de tweede keer ga je ons vertellen over wat het de komende periode gaat brengen in het Agnietenhof. Ik wil nog één dingetje zeggen, want ik ben zelf bij Toemaar geweest. Wat een fantastisch feest was dat. Ja. Dus, geweldig. Wat een sfeertje, wat een enthousiasme, wat een geweldig optreden. En een flashback in de tijd, hè? Ja, ik was weer even 14. We gaan even een heel klein stukje daarvan zien nu. Sarah, dat was inderdaad een fantastisch feest, als je het zo kunt zien. Jij was erbij, hè? Heerlijk, ja, absoluut. Ik heb genoten. Ja. Nou, mooi. Waar kunnen we nog meer van gaan genieten de komende tijd, Ruud? Nou, van weer heel veel. Sommige dingen die zijn uitverkocht, maar zoals Bluff op 24 maart, ja, daar zijn helaas geen kaarten meer voor. Maar voor veel voorstellingen zijn echt nog voldoende kaarten. Ik wil er een paar uitlichten. Ja.
Wees er snel bij voor de eerste die ik ga noemen, want er zijn niet heel veel kaarten meer. Dat is op 28 maart Doris. Doris? Oh. Er zaten twee matten. Ja, in mijn die Doris. Yes. Op 28 maart is dat. Op 29 maart Internationaal Danstheater. Dat is op zondagmiddag. Het is echt een familievoorstelling. Hele mooie voorstelling. Voor iedereen vanaf, nou zeg, 6 plus, 8 plus. Dus neem je kinderen mee. Ga op zondagmiddag naar de Agniethof. Geweldig. Op 31 maart ook in de grote zaal Vrijdag in Zandivoort. Remco Vrijdag, Martine Zandivoort. Wat is dat? Cabaret. Mm-hmm. Hun vorige voorstelling hadden we 2 jaar geleden. Hele leuke voorstelling, heel goed ontvangen. Dus deze belooft. Ik heb deze nog niet gezien. Maar waar moeten we dan aan denken? Wat voor soort cabaret? Ze zijn allebei vrij bekend van het typetjes nadoen. Daar zijn ze echt heel erg goed in. Leuk. TV-programma's hebben ze dat heel veel gedaan. Dus daar zijn ze echt heel erg goed in. Het is niet cabaret wat heel erg over de politieke actualiteit gaat, maar ontzettend om te lachen. De grapdichtheid is heel erg hoog. Okay. En wanneer was dat? Dat is op 31 maart. 31 maart. Dat is ook al vrij vlot. Ja, dat heel gaat vlot. Allemaal snel gebeuren. Ja. Op 1 april, een dag later, Samaya, dat is wel bijzonder. Ze komt uit Georgië. Georgian Legends heet het programma ook. Het is een vrij spectaculaire show met live muziek, met dans, folkloristische dans, hoewel dat het niet helemaal recht doet. Maar het is een hele bruisende show met dansen uit de Caucasus. Okay. Echt voor een breed publiek, hele bijzondere show. En het weekend daarna, 3 en 4 april, hebben we ons circusweekend. En dat zijn twee voorstellingen die ik allebei al heb kunnen zien. Twee circusgezelschappen uit Frankrijk allebei. Op vrijdag 3 april is dat Cirque in Extremist. En dat is echt een geweldige voorstelling. Ook echt extremist? Ja, het is de gezelschap heet Cirque in Extremist. Ja, nee. Het is een Frans gezelschap, 3 performers. Maar het is ook een hele humoristische voorstelling. Het heeft wel een thema. Een verhaal. Het is echt... Ik heb hem gezien in Antwerpen tijdens een circusfestival vorig jaar. Het was in een circus tent. De tent stond echt op zijn kop. Ook met jongeren erbij, kinderen, 8 plus zou ik zeggen. Wat ik me nou afvraag is van hoe kom je erbij om dat te boeken? Hoe doe je dat? Wordt het aangeboden of heb je zelfs een idee van hey, dat missen we nog in Tiel? Hoe werkt dat? Wij willen elk jaar een enkele of een aantal circusvoorstellingen doen. Maar dan echt moderne circus. Daar worden vanuit Europa, maar ook vanuit Canada, Australië, hele bijzondere voorstellingen gemaakt. Ja, en die krijg je dan aangeboden via een impresariaat. Die regelt de tour. Mm-hmm. En in dit geval kon ik deze voorstelling al 1 keer gaan zien. Want die stond op een festival in Antwerpen vorig jaar. Nou, Antwerpen is natuurlijk niet zo ver, dus daar rijden even naartoe. Ja. Is te doen, hè? En daarna heb ik pas gekozen, deze voorstelling wil ik ook naartoe. Jij was overtuigd? Ja, ik was echt overtuigd. Waarom moeten mensen daar naartoe gaan? Het is een zeer humoristische voorstelling, echt voor jong en oud. Het is een bijzondere voorstelling die met grote balken, met gasflessen, jong leren ze, alles en nog wat. Het is een hele bijzondere voorstelling. Een dag later, op zaterdag 4 april, de tweede circusvoorstelling. La Meute, heet het gezelschap en ook de voorstelling uit Frankrijk ook, Reims. Zes jongens. Acrobatiek, maar ook hele spectaculaire acts. Zeer humoristisch ook. Totaal andere voorstelling, maar zeer wat grappig dat dit in theaters wordt gedaan, hè? Ja, steeds meer. Ja. Steeds meer. We hebben natuurlijk de eigenlijk Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, juist. In de grote tenten, dure tickets. Dat heeft een beetje de toon gezet weg van het klassieke circus. Dat kan erop meer. En daarna zijn allerlei groepen, je ziet ook in Europa steeds meer circusscholen in opkomst, waar echt Parijs, Reims, Brussel, Stockholm... Het leeft. Het leeft enorm. Ja. Het moderne circus. Mooi. Leuk. Het is natuurlijk breed toegankelijk voor jong en oud. Ja, wat hebben we nog meer? 9 april. Wil wat? Is een heel bijzonder concert, ook vanwege het goede doel wat daarmee focus... De beroemde Nederlandse band uit de 70er jaren. Ik kan me herinneren, toen ik op school zat, middelbare school, hebben we het nog met de leerlingenvereniging naar Wageningen Thijs gehaald. Van Leer, Focus, niet? Thijs van Leer, ja, Jan Akkerman. Jan Akkerman zit er niet meer bij, maar Thijs van Leer nog wel. Super. Eenmalig optreden in de Agniethof. En
Koop vooral een kaartje. Kom, want het goede doel is het Toon Hermanshuis in Tiel. Aha. En daar hebben jullie ook al aandacht aan besteed, geloof klopt. Ik. Klopt. Dus de opbrengst gaat grotendeels naar het Toon Hermanshuis in Tiel. Nou, dat is heel prachtig. Dat is natuurlijk een prima doel. Ja. Ja. Dat is op donderdag 9 april. En dan tot slot dat weekend op 11 april. Ook daar zijn nog kaartjes voor Erik van Souwers, cabaretier. Oh, die is ook erg leuk. Is weer na 3 jaar terug in de Agnietof. Ja, klopt. Die is een tijdje weg geweest. Een tijdje eruit geweest. Een soort sabbatical gehad. En dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het begon weer te kriebelen. En hij heeft weer een programma gemaakt. Ja, oh, dat is... Nou, dat is weer genoeg te zien en te beleven in de Agnietof. En dit was slechts een kleine greep. Ja, dat begrijp ik. Ja. Je moet er ook hartstikke trots zijn als je ziet wat je natuurlijk kunt halen, hè? Ja, nou, dat is ook... toch bijzonder. Wat, precies. En wat ik eigenlijk niet vaak genoeg kan zeggen. Het is best, we kunnen er trots op zijn dat er zo'n mooie schouwburg in Tiel staat. Met 2 echt mooie zalen, 250 stoelen, 800 stoelen. En dat geeft ons heel veel mogelijkheden om eigenlijk alles... wat aangeboden wordt, en dat is een veelvoud van wat we kunnen plaatsen, ook naar Tiel te halen. Ja, en dan ik zeg wel eens trots. Alles wat... Precies, ja. Ik zeg wel eens alles wat reist, kunnen wij ontvangen in Tiel. Door de grootte van de zaal, de technische voorzieningen. Ja, dan mogen we best wel als Tiel zijn er stil bij staan. Dat bijzonder is. En daar mag Tiel trots op zijn, en de hele regio overigens ook, want we bedienen natuurlijk ook een grote regio. Nou, wij zijn dat zeker. Hé, we gaan je over 3 weken weer spreken. Zullen we dat afspreken? Graag, ja, doen goed. We. En bedankt. Okay. Bedankt hoor. En dan is het nu tijd voor het bloemetje van de week. We staan hier aan de Lingeweg omdat wij een brief hebben gekregen van Pelly den Boer. En die heeft ze gestuurd voor haar hele goede vriendin Helma Ere. Helma is een bijzondere, lieve en fantastische vrouw, schrijft ze, die altijd voor iedereen klaarstaat en ook heel erg veel voor de kleinkinderen doet. Ze zijn ook tennisvriendinnen bij TLTC en zij vindt eigenlijk dat Helma gewoon een bloemetje verdient. Helma, kom eens even deze kant op. Jongens. We hebben een bloemetje. Hallo, kom eens hier. Ja, jong, ik... Ja, schrik je? Ja. Niet nodig. Een overval met een bloemetje. En weet je hoe dat komt? Komen jullie binnen, joh? Nee, wij blijven lekker hier in het zonnetje. Ik geef je eerst de bloemen, kom een klein stukje dichterbij. Ja? Oh, wat erg is dit. Nee, dit is niet erg, dit is leuk. Wij hebben een brief gekregen van Pelly. En Pelly zegt, het is zo'n schat, zo'n lieve, bijzondere vrouw en vriendin voor mij. Mm-hmm. Ja, maar Pelly is zelf natuurlijk ook een vreselijke schat, maar... Ja, die goed doet. Ja, oh, wat een grapjas is dat nou. Ze zet zich zo in, ook voor de kleinkinderen. Ja, dat... En ik zag hier al van alles rondlopen. Ja, oké. Okay. Ja, ja, goed, maar dat kan nou. En dan doe je dat toch? Dat is hartstikke leuk, joh. Ja, maar ik ben echt helemaal een beetje van... Ja, goed, ze is hartstikke dol op jou. En ze zegt, ik wil gewoon dat ze een keer in de bloemetjes wordt gezet. Grapjas. Het is echt, ja. Ik vind, ja. Leuk, hè? Ja, het is leuk van Pelly. Het is, ja. Maar goed, ik word er echt een beetje verlegen van. Ja. Nou, geef ze een mooi plekje. Geniet ervan. Ik, en geef er een dikke kus. Hè? Zal ik ook doen. Ja. Zal ik doen. Ja, goh, het is echt... Ja, ik ben echt een beetje sprakeloos van wat... wat een grapjas die Pelly, hè? Ja. Ga je ook even zwaaien? Siem. Gauw weg. Ja. Goed, wij gaan. Oké, nou. Het is, ga ik doen. Ik ga ze op water zetten. Ik zal Pelly zo eens even gaan bellen. Dan even vertellen dat ze toch wel heel lief is. Ja, ja. Goed. Ja? Geniet er lekker van. Ga ik doen. Tot zover deze aflevering van Tiel aan tafel, Sari. Het was weer een leuke aflevering, hè? Absoluut. We hebben hele interessante mensen gesproken, waaronder José Wortelboer van Servicepunt Thuiswonen. En Ruud van Zuilen die was aanwezig en hij kwam vertellen over het programma van de Agnietof voor de komende tijd. Nou, het zijn allemaal weer mooie voorstellingen daar, zoals eigenlijk altijd. Hè. Geweldig, absoluut. Daarnaast was er natuurlijk aandacht voor de straatpraat en... Het bloemetje van de week. En als u het bloemetje wil aanvragen...
voor iemand, dan kan dat. Sari, hoe gaan we dat doen? Dat kan op verschillende manieren. U kunt gewoon naar de Stadstv-app. En dat is heel makkelijk. Dan kunt u hem zo aanvragen. U kunt ook binnenstappen bij de winkel van Margiel Becker. Waar zit die ergens? Nou, die is pas verhuisd inderdaad. Ja? Zit in een prachtige winkel nu aan de Varkensmarkt. Bij de Hema en Blijdenstein in de buurt. Of u kunt een mailtje sturen naar stadstv-tiel.nl. Info@stadstv-tiel.nl. Dat klopt. Dat is het verhaal. En dan komt het helemaal goed. Goed. Nou, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel.